Ik zat net te rekenen, 84 min 17. Toen jij geboren werd, ging ik met de AOW. Jij bent 17 jaar. Wat heb je te zoeken in de politiek? Politiek is alles, dus ook jongeren. En dat wat ik te zeggen heb, moet ook nageluisterd worden. Dus ik hoop eigenlijk dat ik heel veel jongeren kan representeren in mijn gemeenteraad. En dat ik eigenlijk kan zeggen, hé jongens, we zijn nu wel over deze groep aan het praten, maar wat doet het wel niet met de jongeren? Luister ook naar ons. Maar ik zou graag willen dat die jonge mensen die we hebben, dan ook echt gehoord worden, echt naar geluisterd wordt. En natuurlijk, je mag de 50ers, 60ers niet vergeten. En dat ik hier zit, dat is toeval. Want als er een jongere was geweest in Zandvoort, had ik hier ook niet gezeten. Was ik niet in het bestuur geweest. Ik merk wel binnen mijn fractie, het is nooit een issue geweest van, oh, je bent jonger. Het is vooral wat fijn dat je jonger bent. En ik word daar wel heel positief ontvangen. Iedereen luistert gewoon naar wat ik te zeggen heb. Ja, maar je brengt natuurlijk jezelf mee. Je hebt denk ik ook een presentatie die ertoe leidt dat oudere mensen naar je willen luisteren. Ja. Zo kom je wel over met mij. En dan zien, dat is fijn. Ja, je paart positieve aandacht. Wat maakt je boos? Wat maakt je boos? Dat heeft misschien niet eens veel te maken met een politieke overtuiging, maar meer met hoe wij met elkaar omgaan. We luisteren ook veel minder naar elkaar als het gaat om de normale dingen. Een beetje respect hebben voor elkaar. Daar ben ik misschien al een beetje ouderwets in, maar jemig. Ja, dat zootje in Den Haag, ik ben het er niet mee eens, het moet anders en wat dan anders. Men komt nooit constructief met iets anders. Dat doet Wilders natuurlijk ook niet. Die zegt wel wat er niet deugt. En dan heeft hij misschien vaak nog wel gelijk in ook. Maar de manier waarop je dat doet, is gewoon negatief. Dat maakt me misschien niet eens boos, maar wel verdrietig. Heel erg vrouwonvriendelijke standpunten, argumenten, discriminerende argumenten, hoe dingen worden geframed. Ja, dat vind ik gewoon niet netjes. En ook gewoon als jij iemand van een andere huidskleur minderwaardig vindt, ja, dat vind ik echt, daar kan ik echt heel boos om worden. Omdat ik vind dat ieder mens gelijkwaardig is en gelijkwaardig behandeld moet worden. Ongeacht wie jij bent, of welke huidskleur je hebt, of welke seksuele voorkeur je hebt, je mag er gewoon zijn. En als iemand dat anders dat niet vindt, ja, daar kan ik echt wel heel boos om worden. Ja. Dat ik het daar niet mee eens ben, dat wil ik laten horen. Dat moet er zijn, dat geluid moet er zijn. En ik bedoel, het wordt natuurlijk ook al wel gegeven, maar nou ja, als we het dan over gemeentelijk niveau hebben, is dat geluid nog niet zo sterk. En dat is eigenlijk de reden dat ik dacht, nou, ik moet er toch maar politiek actief worden, want ik kan wel thuis een beetje te klagen over van alles. Eigenlijk wat jij al zegt, sommige mensen komen hier met een oplossing. Ja, ik kan wel thuis zitten klagen, maar daar schiet ik dus echt niks mee op. Dus wat als ik nou van mezelf laat horen? Dat is een beetje wat me drijft, denk ik. Ja, we zouden een heleboel van die mensen zoals jij moeten hebben die dat op die manier doen. Want ik vind het nog steeds bewonderenswaardig dat jij op zo'n jonge leeftijd nog tot die conclusies komt. Ja. Dat je daar heel wel bewust voor kiest. Dat is toch wel een dingetje? Ja, nou, het is misschien ook wel dat ik het gewoon durf. Je moet natuurlijk ook wel een beetje lef hebben als je dat niet hebt. Omdat dat gewoon je karakter is, wat niet erg is. Ja, je moet het gewoon maar durven. En ik denk wel dat ik gewoon iets heb van, nou ja, ik moet gewoon doen. En ik zie het wel en ik val misschien een paar keer en ik maak fouten, maar dat is oké, want je bent menselijk. Ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft. Geweldig. Dankjewel. Zou ik dan maar meteen doorgaan? Wat drijft jou? Ja, wat drijft mij? De problemen waar we nu mee worstelen, dat vraagt wel om een hele adequate aanpak die misschien niet altijd direct te maken heeft met de doelstellingen van de Partij van de Arbeid. Dat weet ik niet. Als we over het klimaat hebben en over duurzaamheid, dan is dat breder dan dat. Het zit wel in de doelstellingen van de PvdA, dat is zeker wel zo. Maar ik vind dat we het veel beter handen en voeten moeten geven. En eerlijkheid gebied te zeggen dat ik zelf ook niet goed weet hoe je dat moet doen. Dus het is lastig om de goede invalshoek te vinden. En we hebben er eigenlijk op dit moment niet echt direct veel last van het klimaat. We voelen het niet echt.
zijn wel hele rare weeromstandigheden af en toe. Ja, dat heel erg gewisseld. De stormen. Was dat 10 jaar geleden misschien ook niet geweest? Ja. Nou, je moet wel gek zijn, wil je dat niet geloven natuurlijk, dat het dan door het klimaat komt. Maar toch, een heel groot deel van de mensen, denk ik wel eens, zal mijn tijd wel duren. Daar maak ik me zorgen om. Ik heb een achterkleindochter, die wordt 3 dit jaar. Dan denk ik, nou, die is er in 21 of 2200 nog. Hè? Ja. Denk, hoe zal het dan zijn? Ja. Hoe? Daar maak ik me wel zorgen om, ja. Ja, begrijpelijk. Zorgen. Mag ik weer? Ah, dit is ook een interessante. Hoe ziet Nederland er over 10 jaar uit? Ik hoop wat kleurrijker. Als in dat er meer mensen gerepresenteerd worden in de Tweede Kamer. Maar ook gewoon in het dagelijks leven, bij een gemeente, in het ambt. Dat er steeds meer mensen zijn die zich in andere mensen kunnen herkennen. Dat hoop ik denk ik heel erg. En dat er... Wat bedoel je daarmee? Begrip voor elkaar? Of? Nou ja, dat er ook gewoon meer representatie is. Dat je als meisje van kleur misschien ook denkt, oh, ik kan misschien gewoon later minister-president zijn. Want dat is nog niet altijd vanzelfsprekend. Ik heb dan wel een witte huidskleur. Maar voor mij is het ook niet altijd vanzelfsprekend geweest dat ik dacht, wow, ik kan gewoon de politiek in. En ik kan ook gewoon de Tweede Kamer in. Omdat het met representatie te maken heeft. Ik bedoel, het waren heel lang witte mannen in pak, zeg maar. Dus dat hoop ik vooral. Dat steeds meer mensen zich in elkaar kunnen herkennen. En dat al die mensen er ook mogen zijn. En dat we dan gewoon luisteren naar andere mensen. Oh, dit wil jij? Dan respecteer ik dat. En dat we daar ook in meegaan. Dan zal ik die vraag ook wel krijgen. Ja, wat een verrassing. Ja, oké. Over 10 jaar uit. Dan hoop ik dat we het beleid wat moet leiden tot een beter klimaat, dat we die ook in de uitvoerende fase hebben. Niet alleen binnen Nederland, maar ook binnen de EU in ieder geval. Verder wil ik niet eens kijken, dat kan ik niet. Maar dat we daar de komende 10 jaar dat zodanig doen dat er geen weg meer terug is. Dat we dat moeten doen. Dat iedereen ook steeds meer overtuigd is dat we het moeten doen. Ja. Oké. Wat voor advies heb jij voor mij? Ik word 120, hè? Dat weet je. Oké, nee, dan inderdaad als we nog over 30 jaar spreken dan nu. Nee, ik denk heel erg, geniet er ook van. En denk ook aan jezelf, als in, je hebt het wel over de jongeren. Wat ook heel fijn is hoor, want het sterkt mij ook. Maar denk ook, jij bent 84, maar jouw mening doet er ook toe. Want we hebben het ook nog steeds over jou in de samenleving. En dat is dan misschien niet voor mij nog zo'n hele lange tijd, maar jij bent er ook nog steeds. En er is ook nog steeds een hele groep mensen die dezelfde leeftijd hebben als jij, of dezelfde doelgroep zijn. Dus daar gaat het ook nog steeds over. En ja, dat mag ook wel gezegd worden. Of jij mag jezelf ook wel representeren. Ik zal het doen. Fijn. Wat voor advies heb jij voor mij? Ja, dat moet over een veel langer tijdsbestek uitgesmeerd worden, want je bent nog zo jong. Nou, de ambitie die jij hebt op zo'n jonge leeftijd, dat is natuurlijk een pre. Want je begint heel vroeg, dus je kunt er heel lang mee doorwerken. Het heeft ook zo zijn valkuilen natuurlijk. Want je loopt ongetwijfeld tegen muren op of tegen dingen die niet gaan zoals jij dat wil. Dat zal zeker gebeuren. Dat is niet erg. Want daar leer je ook van. Die molens, zeker in de politiek, die malen verdomde langzaam. Soms zelfs een stapje terug. En, zeker in die kleinere gemeentes, daar moet liefst alles zo blijven zoals het nu is. En niet te veel veranderen. Dus het geduld, misschien moet je geduld ook een beetje opbrengen. En dat is met jou, staat is in flagrante tegenstelling met je ambitie. Met je moed en het zal en liefst. Had het al gebeurd moeten zijn. Dus je moet ook een beetje geduld uitoefenen, maar niet aflaten. Je moet wel blijven beuken. Je hebt ook een manier van presentatie waarvan ik denk, nou, daar ga je niet zo makkelijk omheen. Ook niet als 17-jarige. Dus ja, blijf geduld uitoefenen en dan komt het wel goed. Dankjewel. Mooi advies. Neem ik aan. Dank.